Ja, nou, voor mij is dit best een lastige vlog, mensen. Ik heb voorafgaand heb ik nou ja, een flinke discussie gehad, ook met mijn management, of ik dit wel moet doen. Ik ben, na nou, de laatste 2 jaar ben ik geleefd, echt geleefd, ja. Eigenlijk door, ja, het komt door mijzelf. Ik bedoel, moment dat je bekend wordt via social media op een manier, binnen de corona speelde dat. Dat ik aangifte deed van beroving. Die agent zegt: waarvan ben jij beroofd, Alex? Wie wil jou beroven? Nou, dat is op dat moment ontploft dat ik zei: ik ben beroofd van mijn vrijheid, net als iedereen hier in Nederland. Toen was ik nog puur, puur Alex. Ja, Alex Sose. Van daaruit kom je in een wereld terecht waar eigenlijk alles gemaakt is, waar alles nep is, waar mensen jou leuk moeten vinden om een Lamborghini. Ik wil niet leuk gevonden worden om een Lamborghini of om een AMG of om succes of om uiterlijk. Nee, ik ben daar. Op momenten ben ik daar best wel de fout in gegaan dat ik iets wilde zijn op social media, wie ik helemaal niet ben. Ik ben gewoon een teringleier. Er komen mensen naar me toe die zeggen: Alex, je wil groot worden online. Ik wil groot worden om wie ik ben. Ja? Niet om het plan wat een of andere manager voor mij gaat uitzetten, wat voor kleding ik moet dragen, wat voor auto's ik moet rijden. Hoe ik mij over moet laten komen online. Geschoren, ongeschoren, maakt niet uit. Ik wil bekend staan als Alex, die de waarheid spreekt. Die lekker doet waar hij zin in heeft. Die gewoon scheid heeft aan de overheid, aan mensen. Ik haat mensen. Ja? De meeste mensen draaien om, schud je, komt niks uit. Nou, hoe meer succes je hebt, hè? En hoe meer jij je voordoet online, hoe kleiner je wordt. Want je wordt steeds meer een slap aftreksel van jezelf. Ja, ik ook, mensen. Op een gegeven moment herken je gewoon jezelf niet meer in jezelf. En dat stuk, vriend, vriendinnen. Dat is geen leuk moment om dat te beseffen. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je een vlogje maken, zoals ik nu ga maken. En dan ga je gewoon keihard door waar je bezig bent met waarheid spreken. Ongeacht de gevolgen, ja? Dus dat wil eigenlijk zeggen, ik heb gewoon weer scheid. Ik ben niet bang om nog iets te verliezen. In principe heb ik niks te verliezen, want ik ben niet rijk, ik ben niet arm. Ik eet goed, ik heb goede mensen om me heen. Dus daarvoor hoef ik niet te knokken of de strijder uit te hangen. Nee, helemaal niet. Ik heb het altijd goed gehad. Ik had het zelfs goed in gevangenissen, in buitenlandse gevangenissen, omdat ik was goed met mezelf. Maar op het moment dat jij online anders voor gaat doen dan wie jij bent, dan leef je een leugen. Want mijn leven online is groter geworden dan mijn echte leven. Dus dat grotere gedeelte van mijn leven moet wel echt zijn, mensen. En dat echte gedeelte, mensen, dat is wat ik wil gaan laten zien in de komende tijden. Kijk, en bevalt het jullie nou wel of niet? Of ik nou een zwerver ben, of dat ik nou een succesvol zakenman ben, of dat ik nou arm ben, of dat ik nou rijk ben, of dat ik nou in een Lamborghini rijd, of op een fatbike, is niet belangrijk. Maar ik ben wel de enige, en dat kan ik jullie beloven, die online waarheid spreekt. Ja? Waarheid spreekt, mijn waarheid. Hoe lekker is het om te kunnen vloggen zonder dat jij je verantwoording af hoeft te leggen aan wie dan ook? Aan een manager of aan een of andere kloot viool. Mensen, ik heb er geen zin meer in op die manier. Nee? Ik wil gewaardeerd worden om Alex en niet om de Alex die ik creëer op mijn socials. Want het ergste wat je kan hebben
is dat jij iemand wordt waar je zelf niet meer zo trots op bent. Ja? Omdat je soms een bepaalde waarheid achterwege laat, omdat het zogenaamd voordelig is om meer volgers te krijgen of om meer promoties te kunnen doen. Dat is nooit mijn drijfveer geweest om dit te gaan doen. Mijn drijfveer is geweest dat ik gefrustreerd was over de ellende wat ik om me heen heb gezien. Hier in Nederland, in andere landen. Ja? Ik wil iets beters voor iedereen. Ik gun mensen. Ik gun mensen het allerbeste. Ja, nog meer dan dat ik mezelf gun. En waarom? Als ik andere mensen om me heen zie genieten, dan pas ben ik gelukkig. Dus om mensen de ogen uit te steken met mooie auto's, mooie kleren, mooie verhaaltjes. Ik stop daar helemaal mee. Ja, ik ga het niet mooier maken dan het is. Maar ik ga het ook zeker niet minder mooi maken dan het is. Want vrij zijn, dat kennen jullie niet meer. Vrij zijn is zeggen wat je wil en doen wat je wil. En ik ga weer zeggen wat ik wil en doen wat ik wil. En ik heb scheid aan de hele wereld. Ik hou van jullie. Woes.